Goedendag, mijn naam is R. Hier een punt geven P52, rechte I is 5 plus 10. We doen de looplijn op R door punt B en R parabool door B met top in de oorsprong. Eerste loodlijn, de rico van de rechte I is 5. Ja, gewoon waarde bij x. Ja. Nu bij loodlijn, loodrecht op elkaar betekent, de rico van de eerste rechte maar de rico van de tweede rechte is samen min 1 product. Voor loodrecht, hier is de rico 5, dat betekent hier heb je min 1 vijfde. Want 5 min 1 vijfde is min 1. Dat betekent verder, de rico is min 1 vijfde, dan krijg je de vergelijking I min I-waarde is 2, is uw rico min 1 vijfde, maal x min 5. Ja. Die gaan we niet verder uitwerken. Ja, je kunt misschien 1 of 2 aan de kant brengen. Dan krijg je I is gelijk aan min 1 vijfde x min 5, en dan plus 2. Dat is de vergelijking van de loodlijn. Tweede, parabool door B, top 0, 0. Als top de oorsprong is, dan vergelijken we parabool altijd I is gelijk aan A is kwadraat. Er is geen constante term omdat top 0, 0 is. Nu, punt 5, 2 hoort tot de parabole betekent. Als I 2 is, dan is x 5. X 5 geeft eigenlijk een 2. We vullen x in, dan krijgen we 5 a, maar 5 kwadraat is 2. Ja? Oftewel, ja, a is 25 tweede. Vergelijking wordt dus, I is 25 tweede, als 2 over 25 is kwadraat. Dank voor aangenomen, one keer, bye bye. Dus lood en parabool. Ik maak me heel plezier video's voor jullie, maar video's maken kost geld. Ja, ik heb daarvoor nodig stiften bijvoorbeeld. Ja, ik heb ook reinigingsmiddelen nodig, dat is hier een voorbeeld ervan. Daarom kunnen we mij helpen met een geefactie op www.geef.nl. Daar kunnen we een beetje geld storten voor mij. Hoe doe je dat? Je gaat naar www.geef.nl. Daar kies je dan geefactie en zoek je voor mijn naam aardswiskunde. Dank u wel, ik wil helpen. Dank u wel, bye bye. Dank nog wel.